Een hele goede avond iedereen. Wow. Volgens mij gaat de muziek van de game best wel hard, of niet? Ik had net geen muziek. Daarom had ik even mijn eigen muziek opgezet. Maar goedenavond iedereen. Welkom bij deze Pokémon, niet Black 2, maar Pokémon X livestream. Ik heb er echt mega veel zin in. Wacht, waarvan is deze muziek? Waar is die muziek van? Oh, oké. Dat was dus nog... Oké, laat maar. Ik dacht al, waar komt die muziek vandaan? Maar dat was eigenlijk, zeg maar, een soort van extended versie. Ik had gewoon de title team opgezet van Pokémon X. Want er was hier dus geen muziek, wat ik normaal dus gebruik voor mijn starting soon. En... Ja, dus toen had ik het even zo opgelost. Maar goedenavond. Superleuk dat jullie er zijn. En nogmaals welkom bij deze Pokémon X livestream. De allereerste van deze serie. Ik heb er echt mega veel zin in. Zoals ik jullie al eerder heb uitgelegd, lijkt het me gewoon zo cool om deze game te gaan spelen. En na te denken over wat we wellicht terug gaan zien in Pokémon Legend CA. De nieuwe Pokémon game die aan zit te komen volgend jaar. En... ik heb deze game dus wel eens eerder begonnen, maar ik heb hem eigenlijk nooit afgemaakt. En ik ben echt heel erg benieuwd naar het einde. Ik weet wel wat dingen natuurlijk, want ik heb natuurlijk ook al heel veel onderzoek gedaan toen er Pokémon Legend CA aangekondigd werd. Toen ben ik echt in heel veel dingen gaan duiken rondom Kalos en Pokémon X en Y. Dus ik ben sowieso over heel veel dingen gespoild, maar lijkt me sowieso leuk om gewoon hem helemaal zelf gespeeld te hebben. En ik hoop dat jullie dat ook heel tof vinden om mee te kijken. En laat het me vooral weten in de chat ook als je ook Pokémon aan het spelen bent. En welke game je aan het doen bent. Dat vind ik echt super tof. Goedenavond Dylan. Klausie, goedenavond. Jaden, goedenavond. Jax. Leuk dat jullie er zijn. Yo, James. James heeft elke dag een ander account. Bro, hoeveel accounts heb jij? Is dat allemaal voor die ene gratis maand YouTube Premium of zo? Kev Boevoe, thanks dat je er bent, Broski. Hoe gaat het met jou? Is dit nou die nieuwe game? Die nieuwe game? Ja, dit is de nieuwe game die ik nieuw heb gekocht. Hey Pascal, goedenavond. Leuk dat je er ook weer bij bent. Hoe is het met jou, Pascal? Ik ben net een nieuwe begonnen aan Pokémon X. Ik denk dat je opnieuw bent begonnen met Pokémon X. Super nice. Yes, een nieuwe game. Oh, wacht. Nieuwe game voor mij, Pokémon X. Ik heb echt super veel zin in. Ik ben echt zo benieuwd hoe het gaat zijn. Ik heb hem dus nog nooit helemaal afgemaakt. Volgens mij is het vers wat ik ooit ben gekomen is... de vierde gym of zo? Derde gym? Dus niet eens super ver. Maar we gaan het nu doen. Let's go. Hey Alex, goedenavond. Leuk dat je er ook weer bij bent. Welkom. Hoe was jullie week tot nu toe? Ik denk dat iedereen een kortere week heeft deze week, toch? In verband met de tweede paasdag. Ik denk dat maandag de meeste van ons wel vrij hadden. Behalve Kefu dan. Goed, nice. Het voelt zo leeg zonder soort van achtergrondmuziekje, hè? Maar dat gaan we zo krijgen. Kijk. We krijgen dadelijk het spel, de muziek van het spel. Ik moet nog eventjes het geluid fine-tunen. Even het juiste niveau of volume vinden. Ik ben altijd maandags vrij, dus had weinig aan Pasen. Nou, lekker dan. Kon je dan niet, zeg maar, dan een andere dag kiezen daarvoor in de plaats? ik vind het jammer dat ik niet bij de Black 2 streams was. Dat is zeker jammer, James, want ze waren echt super tof. En natuurlijk, hoe verder ik in het verhaal kwam, hoe beter het werd allemaal. En het was echt super gaaf. Yo, guy! Goedenavond, bro. Ik heb hoeveel heeft nooit vrij. Helaas. Kostte me weer een dag een beetje zonde. Dus je werkt dan altijd
als ik het vragen mag, dinsdag tot en met zaterdag dan? Of verschillen gewoon heel erg de dagen welke je werkt? Kan je je starter naar mij vernoemen? Ik weet niet of ik dat wil. Ik denk er even over na, Jaden. Denk er even over na. Let's go. We gaan voor Engels. Ik heb trouwens de game getest. Met een stream. Ik heb een super VIP privé stream aangezet. Waarin ik alleen ik kon. En toen heb ik getest of alles goed werkte. Als het goed is, moet alles goed blijven werken. Moet niks vastlopen. Oh, wacht. Misschien horen jullie mij echt nu vet slecht. Omdat de muziek dus super hard gaat. Hey, Shadow Phoenix. Welkom bij de livestream. Is dit zo'n livestream van die befaamde Rain? I guess. Ik weet niet. Die muziek was hard, hè? Ja, I know. Ik heb het gefixt. Ik heb doorgeklikt. Oké. Ja, ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ik denk dat de muziek zo wel goed is nu, toch? Want de muziek bij het begin, bij het titelscherm, is altijd mega hard. Dat is altijd. Vinden jullie het ook jammer dat Pokémon games niet in het Nederlands kunnen? Maar ik vind Engels wel prima. Pokémon. Net als met Pokémon Black 2 ga ik alles zelf lezen. Maar ga ik niet alles voorlezen. Oké, want anders zijn jullie echt naar een soort van luisterboek van mij aan het luisteren. Met super slecht Engels. Dus lees gewoon lekker mee. En ik denk dat de meesten het eigenlijk wel weten. Bij de vorige game heb ik een meisje gekozen. En ik kies ook altijd een meisje. Maar ik heb nu zin om eigenlijk deze te kiezen. Let's go. My name is Rain. Let's go. Beste Pokémon game ooit dit? Serieus, guy? Ik dacht dat je dat van Black and White 2 vond. Yes, sir. Rain is de naam. Here we go. Hey, super thanks al voor de 6 likes. Wat vinden jullie trouwens van de nieuwe overlay? De overlay die ik gemaakt heb voor deze stream. Je ziet zeg maar onder het tweede scherm zie je nu de badges staan. En onder het scherm natuurlijk weer de Pokémon team. Die ook automatisch nu, ik heb dat ook kunnen fixen met deze game. Dat ze automatisch erin gezet worden en veranderd. En, dus dat is super chill. Ja, deze game is op de 3DS inderdaad. Yes. Ik kan niet zo goed Engels. Oh, dan kan ik me wel voorstellen dat het soms wel lastig is. Maar gelukkig... Gelukkig maakt dat ook bij deze games ook niet super veel uit. En anders heb je mensen zoals ik of andere toffe mensen in de community die hier de lore kunnen uitleggen. Hey, dat is Gamer Fun, je bent er. Super leuk dat je erbij kunt zijn. Ziet er clean uit. Nice. Thank you. Oké, let's go. Ik ben benieuwd, welke starter hebben jullie gekozen, Kalos? Toen jullie deze game hadden gespeeld. Hadden jullie Froakie gekozen, Fennekin of Chespin? Fletchling. Deze intro blijft zo leuk, hè? Dat hij je dan wakker gaat maken. Hey, joh, goedenavond, welkom. Jaden had Froakie gekozen. Froakie, my boy. Ik denk dat ik ook voor Froakie ga. Zijn er mensen in de chat die niet voor Froakie hebben gekozen, maar juist een andere? We gaan hallo zeggen tegen de buren. Hey, is die Fletchling. Zo lief.
Serena en... Hoe heet ze ook alweer? Ik ben even de naam vergeten. Welkom in Fannyfield Town. Serena en Shauna. Oh ja. Ze komen mij ophalen. En ik weet nog dat ik via hun dus de starter krijg. Hey, klopt het dat het zo is dat het deze games door heel veel mensen gezien worden als de wat makkelijkere games? Dus dan zit er eigenlijk best wel een contrast, zeg maar, in moeilijkheidsgraad tussen Pokémon Black and White 2 en X en Y, of niet? Of valt dat wel mee? Wat vinden jullie? Ja, een beetje wel, Alex. Het gaat wel veel beter. Ik heb echt 2 dagen met koorts op bed gelegen. Het ging echt niet goed. Ik was echt goed ziek. En ik merk nu dat ik nog steeds last heb van een verstopte neus. Dus misschien hoor je dat ook een beetje. Er zit ook een beetje slijm daar vast, zeg maar, wat ik niet kan ophoesten of zo. En, maar voor de rest begin ik wel steeds beter te worden. Dankjewel voor het vragen. Hé, hey, daar zijn mijn nieuwe Matties. Nieuwe vrienden. Kunnen zij ook abonneren op mijn YouTube-kanaal? Dit is Rain. En Tierno. Tierno betekent schattig in het Spaans. Airmeister. Lil Air. Big Air. Noem me gewoon Rain. Rain, Rain. Rain is okay. On Rain. Yo, let's go. Yes. Rain fits you perfectly. Wie had dat gedacht? Oeh. Zijn de starters in deze game trouwens shiny locked of niet? Kefufu zegt, hier heb ik volgens mij voor het eerst voor een waterstarter gekozen. Oh, nice. Dus je had ook Greninja uiteindelijk. Cool. Ik denk dat mijn favoriete ook Froakie is, al heb ik de game nooit gespeeld en kwam uit toen ik geboren was. Oh, dus deze heb je nog nooit gedaan, James. Dus je ziet, heb je hem wel nog gekeken? Bij iemand? Dat zou leuk zijn, James. Het is zeker niet verplicht om bij elke stream erbij te zijn, dus wees niet te hard voor jezelf. Sowieso kun je ook alle streams gewoon terugkijken. Heb je van tevoren al nagedacht over je team of ga je gewoon onderweg kijken wie je wilt? Ik heb ongeveer nagedacht, maar ik heb nog niet echt een keuze kunnen maken. Dus ja, ik heb er wel over nagedacht, maar het is nog niet zeker wat ik wil. Wat was jouw team hier, Pascal? Vanaf Sun and Moon ga je echt pas merken hoe makkelijk het gaat zijn. Oh, die zijn dus echt nog makkelijker. Thanks voor het leuke, Dylan. Hey, super nice als gamer fan. Hoe ga je dat vieren, je verjaardag? Heb deze game echt minimaal 4 keer uitgespeeld? Wow. Oh, Scarlet en Violet waren je eerste games. Nice. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik wil sowieso Venusaur. Sowieso Pidgeot. Ja, kijk, dan komen echt die Kanto-Pokémon naar voren, hè. Ik denk dat als ik als Psychic Fairy-type, dat ik dan een Gardevoir wil. En een Hawlucha lijkt me heel cool, maar dan heb ik Pidgeot al. Dus misschien dat ik toch niet voor Pidgeot ga. Een Hawlucha lijkt me heel leuk. Ik heb Hawlucha eigenlijk nog nooit in een playthrough gebruikt. Ja, ik weet het niet zo goed. We gaan zien wat we onderweg tegenkomen. Ik kan sowieso ook weer Scrafty gebruiken. Dat zou niet leuk zijn natuurlijk. Yo, Froakie, let's go.
Ja, ik ga de Pokémon nicknamen. Ik denk alleen mijn starter nog niet. Ik denk dat ik mijn starter geen nickname wil geven. Ik denk dat ik me daar het beste bij voel. Okay, Pokédex is gekregen. Klaar voor de reis. Alucia is wel echt bizar sterk. Ja, die lijkt me ook oprecht wel heel cool om te gebruiken een keer. Maar die kan dus niet fly. Ja, je mag een Pokémon zijn. Sowieso. Okay, we moeten dus eerst een brief aan onze moeder afgeven. Voor toestemming. En dan gaan we op reis. Oh, Sharna wil eerst battelen. Hoe is de kwaliteit van de stream voor jullie? En de kwaliteit van de game scherm? Goed, looking good. Nice. Hey, mijn Froakie is langzaam. Hey, Plog. Guus was het toch? Goedenavond, welkom bij de stream. Het gaat wel wat beter met me. Ja, goed genoeg om weer... lekker aan het streamen te zijn. Mijn neus zit nog verstopt. Last van wat slijm in mijn keel. Maar het gaat de goede kant op. Dankjewel voor het vraag, Guus. En hoe gaat het met jou? Oh jee, je wil mij iets vertellen, James? Denk wel aan je privacy, hè? Je hoeft niet... Je hoeft niet over dingen heel open te zijn waar je eigenlijk niet over wil vertellen. Oké, tijd om naar onze moeder te gaan. En ik zie dat onze Froakie impish is. Dus hij heeft... Even kijken. Een lage special attack en een hoge defense. Oké. Oh, wacht. Ik heb trouwens nog... web sources. Ik heb nog die bewegende Froakie op het scherm. En ik wil ze eigenlijk niet bewegend. Ja, zo ja. Anders denk ik dat... dat het te druk gaat zijn op het scherm. Als de hele tijd iets beweegt. Wat een waardeloze nature. Ik ben er ook niet heel blij mee, maar... Goed. Nou, we kunnen straks wat veranderen met de min, toch? Toch? Scheidje natuurlijk. Hey, met jou gaat het heel goed, Guus? Hoe komt dat? Heb je iets leuks meegemaakt? A love letter. Ja, tuurlijk. Oké. Tijd om naar de professor toe te gaan. Hey, Rhyhorn. Oké. Zou Rhyhorn
een terugkomende mount zijn in Pokémon Legends CE? Wat denken jullie? Krijgen we misschien een regionale Rhyhorn als mount? Van die tijd, hè, dat is dat je zeg maar Hisuian Pokémon had, Hisuian Growlithe en zo. Ja, ik ga nu heel vaak hierbij stilstaan, hè, bij dat soort dingen, met deze game. Dit is gewoon de voorbereiding op Pokémon Legends CE. Wat je wilde vertellen was, Sander, ja, dat had je een keertje uitgelegd. Dat je toen in Scarlet en Violet eigenlijk Sander heet. Met mij gaat het goed, Job. Hoe gaat het met jou? Thanks voor het vragen. Oké, let's go. Route 2, here we go. Wat gaan we tegenkomen? En Pidgey! Oh, ik kan niet zonder Pidgey, jongens. Ik kan niet zonder Pidgey. Ik hou van Pidgey. Nou, ik wil eerst even kijken wat voor Pokémon die hier allemaal zijn. Ik weet dat natuurlijk niet uit mijn hoofd. Maar nu komt de grote vraag. Ga je Silvio gebruiken in deze run? Denk het niet. Denk het niet. Een Sylveon is alleen Fairy type, toch? Dan gebruik ik liever een Gardevoir. Oh ja, hier gaan we leren dus om een Pokémon te vangen. Op zich wel goed, maar ik slaap 3 nachten niet. Hoe komt dat dan, Job? Je moet wel zorgen dat je zo snel mogelijk weer goed kunt slapen, want dat is echt heel belangrijk. Als je goed slaapt, ben je ook scherp. En dan kun je ook snel dingen leren. Ben je sneller door dingen heen. Slaap is echt heel belangrijk. Oké, ik heb geleerd hoe ik een Pokémon kan vangen. Dit is de eerste keer dat ik dat zie. De Pokémon ging in de Pokéball. Hey, hoeveel heb ik er gekregen? Ik neem aan van 5. Ja, hoeveel heb ik er gekregen? 10. Wow, 10? Dus ze gaat er gewoon vanuit dat ik niet goed ben met pokeballs, hè? Ik heb Legends gevangen met pokeballs, oké? Deze game ziet er gelijk zo anders uit dan Pokémon Black and White 2, hè? Wat een verschil. Eerste 2 routes is 100% catch rate, serieus? Waarom geeft ze dan zoveel ballen? Wacht, ik ga eerst even met deze trainer battelen. Dan heb ik hem alvast verslagen. En dan kan ik daarna mezelf verzwakken in de bosjes. Hey, super thanks voor de 10 likes. Is de muziek nu goed voor jullie? Het geluidsvolume? Oké.
Heb je nog wat vernomen van eventueel remaster game van Pokémon? Waren daar weer geruchten over dan, Alex? Of bedoel je gewoon überhaupt in het algemeen of ik daar iets over heb gehoord? Staat in de regels dat er geen zelfpromotie mag in dit account? Oh nee hoor, dat is geen zelfpromotie. Zelfpromotie zou zijn als je bijvoorbeeld de stream binnenkomt en als je dan zeg maar zou zeggen van oh, dan valt Jax. Sorry Jax. Maar zeg maar, het is zeg maar niet op die manier. Het is niet op die manier bedoeld, als het ware. Het gaat, zeg maar, de naam die op jouw profielfoto staat is niet van een andere streamer, niet van een andere YouTube kanaal. Kan ik bij jullie? Ja, toch? Ja, oké. Okay. Kijken wat voor Pokémon hier zijn. Omdat er sprake was over Heart Gold of Heart Silver. Wat ik toen ergens las. Ja, nou. Ik verwachtte wel dat dat zou gebeuren. Omdat het 25 jaar is dat Pokémon Gold en Silver bestaan. Dus ja, maar weet je Alex, ik denk echt dat er in mei of juni nog een Pokémon Presents gaat zijn. En dat er wellicht dan wel een game alsnog aangekondigd gaat worden voor dit jaar. Dat denk ik. En of dat dan een remaster is van Heart Gold Soul Silver of een remake van X en Y. Ja, ik weet het niet. Op zich zou Game Freak best wel veel kunnen verkopen van een remake van X en Y, toch? Hey, level 8. Dan denk ik ook, dan zal die eind van het jaar uitkomen, net zoals laatst met Diamond. Ja, dat is op zich best wel een goed werkend formule, toch? Want nu zijn we toch allemaal hyped voor Pokémon Legends CE. En als we dan zeg maar in die hype dan horen van... jullie krijgen een andere game ook nog dit jaar. En dat sluit aan bij die game. Dan wordt dat ook weer 15 miljoen keer verkocht. Ik dacht dat je dat bedrijf actief wou promoten. Oh zo Jax. Nee. Hij maakte zich zorgen zeg maar inderdaad om de naam van het account die hij gebruikt. Maar... zo is er bijvoorbeeld ook Jacqueline die dan ook de naam van haar bedrijven staan van haar katten. En dat heeft dan verder niks met YouTube of content te maken of zo. Hey, de drie monkeys! Ik heb de drie monkeys al gevonden. Maar om even terug te komen op dat gedeelte van zelfpromotie. Wat ik zeg maar zelf als zelfpromotie zie is als je... als je de stream zou komen en je zegt van... yo, die streamer is dat nu aan het spelen. Of ik stream dit ook. Of weet je wel, het is niet erg dat je ook content maakt en zo. Maar dat moet zeg maar niet jouw eerste zin zijn hier. Want dat geeft gewoon echt een verkeerd beeld af. En... dan verpest je het ook een beetje voor jezelf. Ik denk dat mensen ook niet heel graag willen kijken bij iemand die zichzelf zo aan het verkondigen is. En iets anders waar ik me ook heel erg aan erger, wat mensen aan zelfpromotie doen, is dat ze dan zeg maar in de stream binnenkomen, heel aardig doen, en dan ineens van zijn ze graphic designers of zo, weet je wel? Eens van, oh ja, ik ben bezig met logo's maken. Of ik ben bezig met emotes maken voor een streamer of zo.
Ik heb best wel wat mensen geband, zeg maar, die op die manier... die op die manier, zeg maar, een soort van promotie voor zichzelf willen maken. Want ja, dat lokt uit dat mensen zeggen van... Oh, wat voor logo? Oh, wat voor emotes ben je aan het maken? Oh, cool, kun je dat een keer laten zien? En dan... Dat is, die mensen willen dan, zeg maar, daar klanten mee binnentrekken. En dat is gewoon jammer als daar... Ja, gewoon onze community daar gewoon voor misbruikt wordt. Dat is gewoon niet de bedoeling. Oké, Flashlink gevangen. Naar wie gaan we Flashlink vernoemen? Wie was er als eerste ook alweer die vroeg om een Pokémon te nicknamen? Jaden volgens mij, hè? Maar Jaden zei volgens mij uiteindelijk dat hij de Hawlucha wilde zijn. En de tweede epilogue van Scarlet en Violet, er zou nog een video over maken. Oké, Jaden wordt Fletchling. Ja, ik vind het leuk om de Pokémon dan namen te geven van mensen uit de chat. En Jaden was degene die als allereerst had gevraagd... om een Pokémon te nicknamen. Hey, Caterpie. Oh, joh. Ik had hem al vernoemd naar Jaden. Maar er komen nog heel veel kansen. Even healen. Wat is er daar gevonden? Een item of zo? Paralyze heal. Nice. Ik weet echt helemaal niet zo goed welke Pokémon we waar kunnen vinden. Ja, ik denk dat we voor nu gewoon dan Fletchling meenemen en Flying Type. Fletchling wordt dus uiteindelijk Fire Flying. Oh nee, ik had niet Bubble moeten doen. Geen Pidgey? Nee, ik heb uiteindelijk Pidgey niet gedaan. Zal ik alsnog Pidgey? Ik weet het niet. Pidgey is wel mijn lievelingsvogel. Met Pidgeot natuurlijk. Maar ik weet niet hoe goed het zou zijn, zeg maar, echt in een team zo. Wie ben jij? Wat heb je met Rain gedaan? Oké, nu heb ik wel zin om een Pidgey te gaan halen. Ik kan er niet aan. Ik kan niet aan om zonder Pidgey te spelen. Oké, daar gaan we. Ja, inderdaad. Thanks dat je me wakker schudt, Dylan. Pidgeot is mijn lievelingsbird. En ik heb hem een klein beetje nu... ik had hem een klein beetje aan de kant geschoven. Maar ik dacht van, ik wil ook iets anders proberen. Maar, even eerlijk. Ik heb echt al zo lang geen Pidgeot kunnen gebruiken in mijn team. Echt al heel lang. Riolu is in het gras rechts van de gym. Weet niet of je die wilt. Oh, dan kunnen we die weer vernoemen naar Kefu. Oké, Pidgey. Yeah. Oh, maar dit is een meisje, Pidgey.
Ik wou net vragen of je die zou gebruiken. Mag ik heb zijn als naam? Wat bedoel je, Joep? Jij wil ook een Pokémon zijn? Maar ik wil een mannetje, Spidgy. Hey, Verena! Welkom bij mijn stream. Hey, superleuk dat je er bent. Dankjewel. Hoe is het met jou, Verena? Ik ben blij dat er een stream is. Ik heb een lange dag gehad en de dokter kwam langs en ik moest video editen en zo. Video editen? Kijk, dan ga je richting zelfpromotie, hè, James. Kijk uit met wat je zegt, hè. We hadden het er net nog over, hè. Jax en Kevu, jullie lezen mee, toch? Het gaat goed hoor, hoe is het met jou? Nice om te horen. Met mij gaat het ook goed, steeds beter. Ik ben vandaag begonnen dus met Pokémon X. Ik had deze game al een paar keer gespeeld, maar nooit helemaal uitgespeeld. En nu de voorbereiding eigenlijk voor Pokémon Legends CA. Dus een game die volgend jaar uit gaat komen. Lijkt het me leuk om dan... Nog kabels in te duiken en dan samen na te denken over wat er terug gaat komen in Pokémon Legends CA en hoe het gaat aansluiten op X en Y. Hij heeft genoeg accounts. Echt, hij komt elke keer weer terug. Dan doen we dit account bannen en dan komt hij weer met een ander account. Mega Pidgeot, het is niet in deze game. Weet je wat, ik krijg ook niet eens een mannetjespitje. Oké, we gaan gewoon. Anders is het ook niet zo leuk voor jullie als ik er al eerder in die strakjes bezig ben. Oké, we gaan weer. Is het een trainer? Nee, oké. De muziek is zo nice. Kan ik met jou battelen? Alleen in Oras. Oh, dus Dylan was mij gewoon voor de gek aan het houden. Hey Jeroen, goedenavond. Hoe is het met jou, Jeroen? Wat beter, hopelijk. De Rain groep groeit echt hard. Hoe voelt het om zo'n grote YouTuber te zijn? Ten eerste, ik ben sowieso blij met hoe het groeit. Ten tweede, ik merk niet dat ik echt een super grote YouTuber ben of zo. Ik moet nog de 1000 subs halen. We zijn er wel bijna, though, zoals je ziet. Maar grote YouTuber zou ik mezelf nooit noemen, James. Je voelt je prima. Nice. Nee, 922 is zoveel. Dat valt ook wel mee. Ik heb mensen op Facebook die meer Facebook vrienden hebben.
Wow. Wat gebeurde er met mijn spel ineens? Mijn game vond die aanval niet zo leuk. Ik hoop dat hij het goed blijft doen. Ik had alles nog helemaal getest. Wacht, wat zegt ze? Een Pikachu. Okay, ik denk dat ik eventjes Jaden ga trainen. Hey Robert! Goedenavond. Yes, de 3DS. Ik heb ook de game laatst gekocht. Echt super nice. Ik had dit dus nog niet. Ook wel nice om toe te voegen aan mijn collectie. Oh, ik kan niet eens pack of zo nog. Ik ben ondertussen bezig met school. Helemaal goed, Verena. Wat voor studie doe je, als ik vragen mag? Als ik je mag onderbreken van je... Van je studies. Pokémon X is leuk, ben zelf ook bezig. Nice, hoe ver ben jij? Hoeveel badges heb jij? Vampoor. Twee badges. Oh, oké. Nog redelijk aan het begin ook. Superleuk en heel toevallig. En ben je dan Pokémon X gaan spelen vanwege de aankondiging van Pokémon Legends CA? Ik ga even switchen om de battle wat sneller te maken. Brokkie. Morgen ga ik verder met Pokémon X. Mocht je altijd op de hoogte willen blijven... Oh, ik doe bubbel. Van wat ik ga streamen en wanneer... Join dan mijn Discord. In Discord heb ik een kanaal dat heet Streamplanning. En daar plaats ik altijd wat ik die week ga doen. En dan weet je dat. Ik heb X gekocht omdat ik Aya al uit heb gespeeld. Ah, nice. Echt tof. Ik moet Aya ook dan nog een keertje halen voor mijn collectie. Ik speel via mijn PC. Ja, want ik had zelf geen capture card. Het is echt heel lastig om aan een capture card te komen, hè, voor de 3DS. Maar ja, zoals jullie zien heb ik wel gewoon mijn eigen spel, dus... Dit loopt zo soepel, hè. Oh, Fletchling heeft een neutrale nature. Wow, en die ability. Protects the Pokémon from defense-lowering attacks. Dus hij wordt gewoon beschermd tegen aanvallen die zijn defense omlaag halen. Je wordt heel sterk later. Oké, zullen we Talonflame gaan houden dan? Ik weet het niet. Ik kan het denk ik nu nog niet beslissen. Hey, Fletchling tegen Fletchling. Mag ik al een verzoek doen voor Pokémon met mijn naam? Ja hoor. Of misschien moet ik gewoon voor een team gaan
dat bestaat uit Pokémon alleen maar uit Kalos? Is dat een leuk idee? Ik ben nu nog in de eerste stream trouwens bezig met heel veel trainen. Maar in de aankomende stream zal ik ervoor zorgen dat ik dan tussendoor buiten de stream om heb getraind. Zodat jullie dit niet helemaal hoeven te zien. En jullie dan gewoon telkens gewoon weer het verhaal gewoon goed meekrijgen. Om echt in die Kalos vibe te komen. Farfetch'd. Maar ik weet niet of ik een Farfetch ga vangen. Oké, als ik een Farfetch tegenkom. Ik weet niet eens of Farfetch in deze game zit. Maar als hij erin zit en ik kom hem tegen, dan zal ik hem Jeroen noemen. Oké, Jeroen? Ruby is ook wel leuk op de DS. De Omega Ruby. Hey, Res. Goedenavond, bro. Kan ik je een foto sturen van mijn team? Ja, zeker. Robert, zit je bij ons in Discord? Als je bij ons in Discord zit, kun je ook gebruik maken van de Pokémon General. En dan kun je daar kun je hem daar plaatsen en dan kan ik in de community het zien. Ik moet echt wennen aan YouTube Live. Vind je het heel anders? Je kunt zeg maar rechts onder mijn livestream Verena, kun je kiezen voor theatermodus. En dan krijg je de indeling zeg maar zoals je dat gewend bent bij Twitch. Dus links de grote scherm. En dan rechts de chat. Al wat langer ook. Scatterbug. Oeh. Ik zou bijna van Scatterbug gaan, maar we hebben natuurlijk al wel een flying type dan. Ja, echt super leuk dat Verena hier is. Echt heel tof. Honedge is wel een leuke Pokémon te gebruiken. Sowieso. Sowieso. Dat is een goeie guy. Sowieso Eigen Slash lijkt me ook echt een toffe Pokémon om te proberen in mijn team. Dat zijn gewoon Pokémon die ik nooit in mijn team heb gebruikt. Dat is Talonflame heb ik wel gehad, maar nooit echt gebruikt in een playthrough of zo. Is goed Robert, super nice. Welkom bij de Raincloud. Ja, onze Discord is echt de perfecte manier zeg maar, om buiten de stream soms te connecten. Als je je team wil laten zien of je progressie in een Pokémon game. Of je wil op de hoogte blijven van updates. Want wij plaatsen ook altijd gelijk alles daar. Bijvoorbeeld als er een nieuwe Pokémon event aangekondigd is, wordt gewoon gelijk daar geplaatst. Ik zet hem wel even aan, want mijn laptop inderdaad is misschien iets makkelijker. Oh, je was via de telefoon aan het kijken. Ah. Dan heb je volgens mij de chat beneden, toch? Onder het scherm. Hey, ik heb al 5 maanden Raincloud member. Thanks bro, thanks dat je nog member blijft. Kefu is gewoon member, Raincloud partner en Twitch sub. Hey, Jesse! Goedenavond, bro. Hoe gaat het met jou, Jesse? En maar Verena, wat voor studie doe je dan, als ik vragen mag? Moe.
Oh. Merk jij veel van dat de tijd verzet is? Jesse? Heb je daar toevallig meer last van? Ik ben aan het werk leren voor juf. Oh, superleuk. En aan welke kant op? Is dat de basisschoolkant? Of is die opleiding eigenlijk gewoon algemeen en dan kun jij gewoon kijken wat voor opleiding je wil doen of zo? Nou, sorry, ik heb er echt geen verstand van. Oké, okay, Fleshling level 9. Ik denk dat ik hem tot level 10 ga maken en dat ik dan verder ga. Dat die tijd is verzet had ik vanmorgen pas door, serieus? Maar je telefoon, als je die aan de wifi hebt of zo, dan gaat dat toch automatisch? Bij mij ging dat allemaal automatisch. Ook voor mijn computer. Ja, ben nog vermoeider. Nou, dat is echt balen, bro. En lukt het je uiteindelijk ook wel om een beetje daaraan te wennen of niet? Pokémon X en Y is echt nice. Vind ik ook echt. Vind ik ook echt. En nu sowieso, zeg maar, om dit te spelen, nu dat Pokémon Legends CA eraan komt. Ga je die dan spelen, Jesse? Denk het wel, toch? Hey, dank jullie wel voor de 12 likes. Echt heel tof. Oké, okay, ben ik level 10? Nee, dit duurt nog echt heel lang. Ik denk dat ik het gewoon zo ga laten voor nu. Dat ik gewoon verder ga met spelen. Anders ben ik denk ik echt veel te lang bezig. Als hij is zoals de nieuwe game, hoeft het van mij niet. Als hij zoals deze is, wel. Als hij zeg maar is zoals Scarlet en Violet bedoel je? Of vond je Pokémon Legends Arceus ook niks? Hij wilde even dansen. Dan naar Santaloon City. Oké, okay, let's go. Oh, leuk dat we met z'n allen daarin gingen. Oh, daar is een gymleader. Ik ben echt heel veel vergeten van dat soort dingetjes. Adventure rules met tips. Ja, wat ik ga doen. Ja, ik wil eigenlijk nog een beetje trainen, maar. Ik denk dat dat ook wel hier kan, toch? Hey, Mace. Goedenavond. Goede start heb gekozen, ja toch? Froakie. Froakie is altijd goed, Greninja. Oh, dat is wel super jammer, Jesse. Want ik vind Legends Arceus echt super goed. Arceus vind ik echt, echt een van de beste Pokémon games die er zijn. Wat waren de starters überhaupt? Van deze game? Of van Legends CA? Van deze game zijn het Froakie, Chespin en Fennekin. Ik wil nog even lezen wat Verena had verteld. Verena zegt, ik werk nu bij groep 3 op de basisschool. Als je deze opleiding afrondt, dan mag je de hele basisschool lesgeven. Ah, tof. Nice. En is het dan zeg maar zo dat als je dan daar je opleiding hebt afgerond, dat je dan zeg maar ook op diezelfde basisschool dan kan blijven lesgeven?
Hey, we hebben eindelijk pack. Ik vond Arceus een beetje overrated, eerlijk gezegd. Serieus? Wat vond je dan niet zo leuk aan dan? Ik vond het zeg maar best wel verfrissend. Het was gewoon een Pokémon game, maar dan anders. En ik weet niet, ik vond het heel chill. Robert, je kan hem sturen in Pokémon General. Wacht, ik tag je anders daar wel, ja? Komt goed. Hey Robert, ik heb je daar getagd. Oh nee, paralyzed. Ga je ooit nog eens live in Scarlet and Violet en heb je nog een shiny Voltorb over? Ja en ja. Ik ga vrijdagavond ga ik live met Scarlet and Violet. Dan ga ik de 7-ster Meganium Raids hosten. En natuurlijk dan weer iedereen helpen met het halen van die Pokémon. Bridget. Kijk, ik kan hem al voor een deel erbij doen, maar die opleiding is daarna nog een jaar in de avond. Ik zou hem wel graag willen, maar ik moet bekijken of dat haalbaar is in mijn eerste werkjaar dan. Oh, dat ging over wat Rens had gevraagd. Een gymding? Zodat je dus ook op de basisschool gym mag geven. De YouTube-chat is echt precies hetzelfde als bij Twitch. Je moet hem gewoon op theatermodus zetten. Dan heb je gewoon precies dezelfde opstelling als bij Twitch. Hey, tot zo, guy. Oh, iedereen heeft dezelfde kleur. Oh, zo. Behalve jij, Jesse. Jij bent blauw. Ik heb op deze basisschool 6 jaar gewerkt als onderwijsassistent, dus willen mij daarna wel houden. Oh, dus je hebt eerst 6 jaar gewerkt als onderwijsassistent en toen ben je via daar ook de opleiding gaan doen. En dan kun je daarna van daar blijven als juf. Oh, dat is super nice. Dat klinkt heel goed. Heel chill. En toen je onderwijsassistent was, had je toen eigenlijk al in je hoofd dat je eigenlijk juf wilde gaan worden? Of is dat later gekomen? Hey Mick, goedenavond, welkom. Hoe is het met jou, Mick? Helemaal goed, Rens. Ja, en Kev en Jax en Nightbolt. Ik hoop dat ze het gaan fixen, Jesse, dat soort dingen. Dat iedereen een eigen kleurtje kan hebben. Maar jij wilt natuurlijk rood zijn, of niet, Jesse? Ah, oké. Dan snap ik het, Verena. Dan snap ik het. Ik denk dat ik na 4 jaar werken sowieso had van... Ja, ik wil zelf voor de klas staan. Ah, nice. Leuk. Misschien een gekke vraag, maar heb je zelf kinderen toevallig? Dat boeit mij niet, maar dat grijs is echt wack. Welkom terug, guy. Nee, ik weet niet wat dat betekent, James. Dat je geïnstalleerd wordt op scouting. Oh, je hebt zelf geen kinderen. Oké. En waar kwam het dan vandaan, zeg maar, jouw interesse om dan kinderen les te gaan geven? Belangrijke vraag. Pampoer, Simipoer of Pansir? Pansir.
Wat zeg jij, Jesse? Juf zijn is ook wel echt heel cool. Het is zeg maar zo'n belangrijke baan eigenlijk. Want ouders vertrouwen zeg maar hun kinderen toe aan jou. En jij bent door de week zit heel vaak met ze. En je mag ze dan opleiden, dingen leren. En natuurlijk is het niet alleen maar de schoolvakken leren. Want je moet kinderen natuurlijk ook gewoon manieren leren en zo. Normen en waarden. Hoe ze met andere kinderen omgaan. Zoveel verantwoordelijkheid. Blijf dansen de hele tijd. Hey Levi. Goedenavond bro. Leuk dat je er bent. Wat een verrassing, Strokey. Ja, ik dacht ik probeer iets anders. Ja, wat wil je van mij? Wacht, ik heb het niet helemaal meegekregen. Oh, oké. Okay. Dat is het enige wat je vertelde. Dat ik daar gewoon items kon halen. Prima. Oké. Okay. Heb ik hier alle trainers gevochten? Volgens mij wel, hè? En volgens mij heb ik... Ik weet eigenlijk niet zo goed zo wat voor Pokémon hier te vinden zijn. Een Pikachu? Nee, dan gaan we gewoon verder. Tuurlijk, Panzer, vuuraap, bro. Ja, sowieso net als Infernape. Oké, kan ik hier naar binnen? Nee. Oh, jawel. Kapu. Kapu is keihard. Oh, dit liedje is echt nice. Ik vind dit liedje echt heel nice. Hey, is het niet die muts van... Van AC? Even kleding choppen. nee, Froakie ga ik gewoon zo houden. Ik ga Froakie geen bijnaam geven. Nou, ik wist op de middelbare school niet wat ik leuk vond. En mijn zus zei, word gewoon juf. Een beetje nakijken, een beetje lesgeven. Ja, dat blijkt anders. Maar ik heb dus eerst opleiding. Ja, er komt zoveel bij kijken, hè. Er komt echt heel veel bij kijken. Ik kan me dat echt heel goed voorstellen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik kan het me wel goed voorstellen. Ik heb dus eerst de opleiding van onderwijsassistent gedaan. Door de ervaringen wist ik wat ik een klas wel en niet gun. Dus toen kwam ik erachter dat ik dit heel graag wilde doen. Ah, nice. Echt heel tof. Dat vind ik echt heel nice voor je. Dat je dan hebt gevonden wat je dan leuk vindt. En dat je dan daar de mogelijkheid hebt in je omgeving. En dat je niet echt een hele grote verandering aan moet gaan. Van dat je ook nog een andere school moet gaan zoeken. Dat je gewoon chill kunt blijven op de plek waar je al je stukje hebt opgebouwd. Dat is echt heel nice. Greninja's favoriete waterstarter. Greninja is keihard, hè. Oh, je moet een eet afleggen, James. Bij je scoutingclub. En wat voor eet is het dan? Is het gewoon, zeg maar, wat dingen zeggen? Of moet je een soort van opdracht doen of zo? Ik heb niet zo verstand van scouting, eigenlijk. Helemaal goed, Verena. Succes. Dankjewel voor het lurken. Hopelijk tot straks. Even kijken, heb ik nog iets gemist wat iemand zei?
Ik moest voor het laatst met mijn opleiding naar een basisschool om met Lego techniek dingen te doen. Ik zweer het, er is 10 jaar van mijn leven af. Hoezo? Guy, heb je zo weinig geduld, jongen? Oh, yeah. Wacht, wat kan je vertellen erover? Oh, en dan vertel je me gewoon... Ah, oké. Van welke level cap er dan komt. Oké. Tot zo, Jax. Guy zegt, al die kinderen, bro, werd helemaal gek. Ah, die kinderen waren enthousiast dat ze dat met jou mochten doen, of niet? Oh, lekker hoor, dat gamers fan. Chocoladepasa's. Dat is wel het chillen. Als Pasen voorbij is, dan kun je gewoon echt al die paaschocolade voor heel goedkoop krijgen. Ja, dat zijn dingen, zeg maar, waar ik dan aan denk. Bunnaby voor Farfetch? Hey, Jeroen wilde Farfetch zijn, toch? Maar ik heb geen Bunnaby. Wat is hier? Trainerschool. Let's go. In de trainerschool we go. Noivern vind ik wel een vette Pokémon. Noivern is ook wel een coole Pokémon. Ik weet alleen niet of ik Noivern echt in mijn team zou doen. Omdat ik dus voor Talonflame ga nu al. En ik zelfs nog naast zit te denken om voor Hawlucha te gaan. Oh, bij een trade kun je dus niet nicknamen. Oké. Lopen niet ruilen. Hallo. Ja, let's go. Oké, zouden we in Pokémon Legend CA weer kunnen schaatsen? Of schaatsen? Skaten. Ik weet nog dat ik in deze game volgens mij helemaal geklept werd door een Emolga. Was dat niet die Pokémon Black and White? Ik vond het prachtig, maar ze waren veel te druk en zo. Maar Guy, jij bent ook wel een beetje druk, toch? Kon je niet gewoon hun energy zo matchen? Welkom terug, Rens. James zegt, 22 kijkers, ik mis een paar streams en Reni is opeens super beroemd. Ik vind het leuk te zien hoe positief je bent en hoe gezellig het is als je dit kan vasthouden. Heb je in 2025 de 2000 subs al? Dankjewel, James. Dat vind ik tof om te horen, dat je het zo tof vindt hier. Dat je het zo gezellig hebt. En ik denk dat het best wel meevalt, hoe beroemd. Ik denk dat het best wel meevalt. Dat zal ik denk ik niet heel gauw over mezelf zeggen. Tenzij ik misschien iets van 1 miljoen abonnees zou hebben, zeg maar. Kijk, dit is niet mijn doel. Dat is niet mijn doel, 1 miljoen abonnees. Maar stel voor iemand die 1 miljoen abonnees heeft of zo, die kan dan denk ik wel zeggen van ja, ik ben wel beroemd. En nu kan ik skaten. Nice. Is dit een gym? Ja. Oeh. Zal ik de gym doen? Hij is even 7. Hey, Shiny Hero. Goedenavond. Alles gaat goed hier bij jou? Guy zegt, ik ben zeker druk, maar soms is het zelfs voor mij te veel.
Hé, hey, daar zijn we. Hallo. Oh, bug types allemaal. Let's go. Hey, nice om te horen. Leuk dat je de namen doet van kijkers Pokémon te geven. Ja, dat deed ik met Pokémon Black 2 ook. Ik vind dat oprecht wel echt leuk. Oké. Okay. Ik denk dat ik helemaal daar moet komen. Maar ik moet dus hier kijken door welke weg ik daar kom. Oh, moet ik die druppels volgen? Moet ik gewoon de druppels volgen? Is dat het? De eerste druppels die vertellen mij de juiste weg. Oké. Okay. Oké. Okay. Jaden gaat sowieso super sterk worden in deze gym. Oh, ik ga gewoon die gym doen zonder dat ik naar de Pokémon Center ben geweest. Tuurlijk, poisoned. Ik ben ook bezig met de verloren Marty Pokémon terug te krijgen. Oh, nice. Hoe gaat het daarmee? Van welke Pokémon zou je Legacy A-vorm willen? Greninja. Of Scrafty. Yo, Mega Scrafty? Mega Scrafty, bro? Dat lijkt me echt sick. Oké, ik moet echt even gaan healen na deze battle. Mega Talonflame. Mega Sunker. Hoe kom je daar nou weer op? Gardevoir zit in deze team. In deze game. Ja, ik had nog gezegd van dat ik eraan zat te denken om Gardevoir in mijn team te doen. Oh, nee. Oh, ik ben verkeerd gelopen. Dan moet die Chessie vernoemd worden. Is goed. Als ik een Gardevoir heb, dan gaat hij sowieso Chessie heten. Oh, mijn Fletchling gaat het niet halen. Mega Zygarde. Maar dat is ook wel een beetje, zeg maar, de Zygarde in full vorm, toch? Vind je niet? Ik heb zelf X en Y nooit gespeeld. Is die leuk? Tot nu toe wel. Maar ik ben ook nog maar net begonnen eigenlijk. Ik speel deze game nog net een uurtje. Slechte trainer. Dankjewel. Ik probeer zo snel mogelijk naar de Pokémon Center te gaan. Wacht, hoe kan ik hier naar boven? Wacht, kan je hier naar boven? Oh, ik zit hier proberen terug te gaan naar boven, maar het kan volgens mij niet eens. Kan ik er gewoon serieus niet uit? No way.
Volgens mij kan ik hier gewoon eruit, toch? Je kan er nooit meer uit. Je kan er nooit meer uit. Oké. Even kijken wat ik kan doen met mijn items. Ik geef Jaden een antidote. En dan gebruiken we potion. Jaden. Zo. Nu moet het goed komen. Nu ga ik niet dood, toch? Surely. Oh ja, Jaden, jij bent altijd flying type, inderdaad. Je hebt Omega Ruby gespeeld. Nice. Het lijkt me leuk om na deze game ook Auras te gaan doen. Dus de volgende streamserie. Dan ga ik waarschijnlijk Alpha Sapphire halen. Hoe heten de twee eerste Pokémon? Mijn Froakie heet gewoon Froakie en Fletchling heet Jaden. Misschien even kijken of ik een Electric type kan vinden die ik Rens kan noemen. Oké. Okay. Mijn eerste gym battle in Kalos. Deze muziek, jongen. ik moet echt van die lichtgevende stokjes hebben. Yo, Jimmy! Leuk dat je er bent, bro. Yo, Wout! Wacht, kan ik dat zelf met mijn lampen doen of niet? Ah, thanks Wout. Let's go. Oké, ik ben helemaal hype geworden van deze battle. Hey, Goodra is wel een goeie, Mick. Ik ga erover nadenken. Oh, jij bent gekleerd. Nice. Ik ga zo checken. Mijn PC heeft echt moeite met deze game ineens. Harden? Yo. Ik had echt beter moeten trainen eerst voordat ik hierheen kwam. Hey, hoe gaat het met jou, Jimby? Alles goed, bro. Echte Legends gebruik ik Garbink. Ik weet dat Dylan Carbink gebruikt in zijn team. Volgens mij van Radical Red. Was er niet Dylan? Dat van wel. Hij gebruikt potion. Oké, ik heb ook potion gebruikt. Ik mag niet haten. Ik heb ook potion gebruikt. Ik moet niet doen alsof ik geen potion gebruik.
gaan Froakie inzetten. Oh, nee, dat kan niet, want ik heb Infestation. Oh, tuurlijk. Dan healen. En echt niet van je livestreams. Ah, dat is leuk om te horen, Mick. Dankjewel. Ik kan er echt van genieten dat jullie met mij komen chillen in de livestreams. Okay, we got this. Finish him. De Raven is dan wel voorbij, helaas. After party bij Jesse. Let's go. Hey Dylan, bro, had jij niet een Garbink in Relic on Red? Wat krijgen we nu? Een date? Ik bedoel, een geld en een badge? Hey, let's go. We hebben de eerste badge. De bug badge. En een TM infestation. Is het hier met TM's ook zo dat je ze gewoon de hele tijd kan blijven gebruiken? Of gaan ze op na één keer? Oh, sorry Jesse. Ik zou volgende keer mijn facecam wel weghalen. Hey, een Butterfree. Hey, een Metapod. De Bug Badge. Meestal zijn de eerste James en Maki. Maar Alex, ik had er uiteindelijk best wel veel moeite mee. Ik heb al mijn items moeten gebruiken om door die gym 1 te komen. Ik was echt zo onvoorbereid. Hey, super thanks voor de 16 likes. Zou je het leuk vinden om ooit als je de 1000 subs haalt, bijvoorbeeld een meeting te doen ergens? Dat zou cool zijn. Ja, als ik de 1000 subs heb gehaald, dan gaan we met de community naar de Efteling. Ik ben nog nooit bij de Efteling geweest, maar dat is wel is zeg maar iets wat al heel lang gezegd wordt. En wat we dan ook gaan doen. Oh Robert, ik zie nu jouw team, ja. Sylveon, Yveltal, Talonflame... Heliolisk. Oh, Heliolisk is ook een leuke. Misschien dat ik een Heliolisk ga nemen en dat ik die Rens ga noemen. Ivysaur en Delphox. Echt heel leuk. Heel cool. Bolen, Efteling, mannen hebben plannen. Ja, we gaan dus sowieso 9 juni gaan we bolen. En dat is gewoon om te vieren dat ik 3 jaar stream... En dan gaan we natuurlijk nog de 1000 subs ook nog een keertje vieren. Heliolisk. Waarom sta je hier tegen de muur aan? Oh. Hallo. Ben jij niet de zus van de gymleader? Zoiets toch? Oh ja, de zus. Dat is Alexa, de zus van Viola. Hey, XP share. Oh, dit is echt zoveel beter. Dan hoeven jullie veel minder te kijken hoe ik aan het trainen ben. Dat is echt heel chill. Staat hij nu gewoon altijd aan? Oh ja, hij staat gewoon aan, oké. Prima.
Oké, ik ga weer Froakie vooraan zetten. En na het bowlen afterparty bij Rainus missen die... Eens, hoezo bepaal jij dat? Wacht. Ik weet niet of ik hier... Ik weet niet zo goed waar ik heen wil. Waar kan ik allemaal heen? We gaan eerst... Ik ben vergeten waar ik heen moest. Moet ik wel hierheen? Moet je daar 18 plus voor zijn om mee te gaan? Ja. Nou, het heeft te maken met verschillende zaken. Maar onder andere dat ik... iemand onder de 18... Die is dan zeg maar onder de verantwoordelijkheid van de volwassenen zeg maar, die daar omheen zijn. Dus mocht er iets gebeuren, dan wil ik gewoon niet zeg maar, verantwoordelijk zijn voor wat er met iemand gebeurt onder de 18. Kijk, als jij iets geks doet of er gebeurt iets met je en je bent boven de 18, dan is dat gewoon jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar iemand onder de 18, ja, dan komt dat bij mij of bij iemand anders terecht. En dat is gewoon niet zo chill. Krijg een beetje Animal Crossing vibes van Pokémon X, zeg maar, hoe het eruit ziet. Het ziet er wel heel leuk uit, toch? Pangoro. Fighting Dark. Ja, Pangoro is leuk. Dat is een goeie, guy. Dat is een goeie. Ik ga er zo weer vandoor. Moet morgen om 6:30 werken. Lekker ochtenddienst. Lekker op tijd ben. Helemaal goed. Robert, ik vind het super leuk dat je ook weer bent komen chillen vandaag. Maar ja, 6:30 is wel echt super vroeg. Oh, je moet om 6:30 werken, dus je moet ook nog... hoe laat moet je dan opstaan? Moet je 4:30 opstaan of zo? 4:00. Kan je ook al bijna vangen? Kun je mij dat laten weten, guy? Als ik er bijna ben. Nice. Ik gebruik Ogerpon, Golden Go, Fluttermane, Armor Rouge en nog één. Oh, nice team. Klinkt goed. Oké. Ik weet niet zeker of dit de plek is waar ik heen moet. Een Psyduck. Ik zou bijna Psyduck vangen, alleen maar om naar Mitsu te vernoemen. Verder gebruik ik Psyduck dan eigenlijk niet echt. Vier uur gaat de wekker, 6:30 naar werk op de fiets. 4:00 is wel echt super vroeg. Maar dan ben je hopelijk ook rond 1:00 of 2:00 of zo klaar, toch? 1:00 of 3:00. Rottijd zegt, blij dat ik pas elke dag 9:30 begin. Oh, dat is chill, Alex. Maar ja, dan moet je ook weer tot later waarschijnlijk, of niet? Je moet de andere kant. In de stad naar boven. Oh. Maar waarom is dit hier dan? Waarom is dit hier? Ik word voor de gek gehouden. Ik speel nu Pokémon X, Jimmy. Dus dat is Kalos. Dus dat is de zesde generatie. Vorige keer hebben we Pokémon Black 2 gespeeld. En dat was van de vijfde generatie. En het leuke zeg maar, aan het spelen van Pokémon X en Y is dat het zich afspeelt in de regio. Waar de nieuwe Pokémon-spel die eraan zit te komen ook zich afspeelt. In Kalos. Dus dat is echt heel tof. Totaal 6. Oh, dat valt wel echt mee, ja. Dat valt mee. Mag ik vragen wat voor werk jullie doen? Eén uur klaar. En maandag, donderdag en vrijdag. Oké. Dat is wel lekker. Dan heb je gewoon de rest van de dag eigenlijk gewoon nog voor jezelf dan.
Je begint dan wel vroeg, maar je hebt dan ook vroeg weer tijd voor jezelf, zeg maar. Oké, dus dit is niet de plek waar we heen moeten, dus ik ga hier weer weg. En dan gaan we hier naar boven. Ik zag al dat hier wat items waren die ik kan pakken. Een repel. Schoenmaker, cool. Nice. En doe je dat al lang? Oh, oh, ik kan hier net niet langs. Dat sturen met de pokies is nog best wel moeilijk. Met dat, met de skilleren. Weeten. Je hebt dan de hele middag vrij en dan kun je het huisje schoonmaken. Ja, precies. Dat is lekker. En dan, als je dan 's middags dan nog hebt gedaan, zeg maar, wat je moest doen, dan heb je sowieso daarvoor alle tijd. Ah, nice, Jaden. Super nice. Het is 2002. Oh, dat is ook al best wel een tijdje. Yo! Yo! Jimmy met de 5 gifted memberships? Yo! Super nice! Hey bro, super thanks. Super, super, super thanks. Super thanks bro. 5 gifted memberships gegeven. Halve tamme aan het kanaal. En die gifted memberships zijn naar Jaden gegaan, naar DOS Gamers Fan, naar Jesse, naar Misu en Klausie. Super tof. Echt heel leuk. Echt, echt heel leuk. Echt super tof. Hey Jimmy, super thanks bro. Love you bro. Voor de mensen die niet weten, halve tamme. Ja, zo heet hij in de chat. Ik zeg tegen Jimmy, dat is mijn broer. En hij heeft me echt sinds dag 1 gewoon gesupport met mijn streams. Dus ja, altijd shout-out naar hem. Hey, super thanks broski. Echt super leuk. Hey, dat is Gamers Fan. Je bent gewoon member. En Jaden? Mick zei, ik zit op dagbesteding. 2 dagbestedings allebei in Leeuwarden. Oké. En wat mag je daar doen? Hey, slaap lekker Robert. Thanks dat je erbij was. Succes met werk morgen. Oké. Oeh, wow, wat was dat? Oh. Ik wil even de items hier pakken. Hoe kom ik daar? Weet je wat ook een leuke Pokémon is? Furfru. Ik denk dat ik wel een Furfru ga vangen. En dat ik hem dan Kef Furfru ga noemen. Sowieso ga ik dat in Legend CA doen. Maar misschien dat ik dat ook al hier ga doen. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk. Hey, Jaden level 15. Super nice. En Froakie level 14. Waterpuls, yo. Ik ga denk ik Leek eruit halen. Ja, Legacy E ga ik sowieso streamen. Ik ga sowieso alle Pokémon games nog streamen. Dat komt goed. En daar sowieso tegen die tijd ook video's over maken. Heel veel mensen hebben dat gemist. Maar ik heb van BDSP in die tijd heb ik video's gemaakt. Van Scarlet en Violet. Van Legends Arceus. En dan was het voornamelijk over Shiny Hunten. Want dat is dan waar ik voornamelijk mee bezig ben. Maar vanaf nu dat ik volledig gefocust ben met dit kanaal op Pokémon, zou ik nog veel breder informatievideo's gaan maken. En ja, bij Legends Arceus was het gewoon zo tof. Daar was ik gewoon echt aan het uitzoeken hoe Shiny Hunten werkte. En hoe je de Shalfa's, dus zeg maar de Shiny Alpha Pokémon, kon Shiny Hunten. Hoe je dan die RNG, zeg maar, soort van kon beïnvloeden. Dat soort dingen gaan we sowieso ook weer met de nieuwe games doen.
Een flabébé. Ik ben nog niet echt een andere Pokémon tegengekomen die ik graag zou willen of zo. Ja, je hebt alvast een verjaardagscadeau gekregen, inderdaad. Echt superleuk. Oh, daar. Een dagbesteding doe ik creatief, andere dagbesteding doe ik voorbereiding van horeca. Ah, oké. En welke vind je het leukst? Maar Gen 10 moet ook 2025 uitkomen, toch? Eigenlijk wel, ja. Hey, super thanks voor de 18 likes. En Jimmy, nogmaals super bedankt wel voor de 5 gifted. Echt heel lief, bro. Oh. Waarom gebeurt dit? Waarom heeft hij er soms zoveel moeite mee? Hey, gelukkig loopt hij niet vast dan. En blijft alles nog goed werken. Oh, sorry. Ik had de hele tijd mijn muis op het scherm. Nog niet heel chill voor jullie. Dag even game crash. Daar dacht het ook even. Hij heeft er af en toe even moeite mee, maar blijft goed werken. Hier is nog een andere trainer. Kom met me battelen. Kom met me battelen. Yeah. De creatieve dagbesteding. Ah, nice. Tof, tof. Hey, Team Q4. Goedenavond. Ik denk dat het spel gewoon moeite heeft met als ik voor het eerst een aanval doe wat veel visuals heeft. Anders werkt het gewoon nog goed. Oh, dankjewel, Mizu. Ik krijg een theetje van Mizu. Mizu, welke Pokémon wil jij zijn? Wil jij Froufrou zijn? Mizu wil Froufrou zijn. Hey, de stream duurt nog 3 kwartier ongeveer. En dan gaan we morgen verder. Een Burmy. Is een 24 uur stream. Echt waar, jongens. Als ik ooit zeg maar uit deze flat kan naar een eengezinswoning. Waarin ik mijn eigen streamkamer kan hebben. Dan is er echt een grote kans dat ik dan langere streams ga doen. En dat ik dan gewoon om dingen te vieren gewoon zo'n 12 uur stream ga doen of 24 uur stream. Dit staat vast. Ja, maar mij lijkt dat ook gewoon leuk. Mij lijkt dat oprecht ook wel leuk, maar het is gewoon nu niet mogelijk eigenlijk. Nice. Is er een item? Poison barb. Ik moet zeggen dat ik het rondrennen wel veel chiller vind dan echt het skaten. Het skaten vind ik nog een beetje lomp of zo. Als je dan net zeg maar ergens in wil en je zit op de skates, dan gaat dat gewoon niet zo lekker. Wat vonden jullie van de skaten? Gingen jullie ook gewoon lopen alsnog?
Ah ja, begrijpelijk, James. Geen probleem. Heb jij ook Inazuma Eleven Victory Roads? Is dat een spel? Want die heb ik dan niet. En netbal. Skate is echt, echt vervelend. Deze krijg je ook Mega Lucario. Ja, maar ik denk dat ik voor Fighting type dat ik voor een Pangoro wil gaan. Mick. Fighting Dark. Het lijkt me toch best wel leuk om gewoon een team te bouwen met Kalos Pokémon. Vervelend is een goed alternatief. Panda Pokémon, weer geen Lucario. Sorry bro. Hey, welkom terug Pascal. Kijk, het Flail. Wat doet Flail? Nee, Flail. Kan weg. Alphatam heeft uitgedeeld, zie ik. Ja, we hebben 5 gifted memberships gekregen. Echt super tof. Echt heel leuk. Hey, een Pancham. Kostuum. Ik weet niet of ik er morgen kan zijn, maar ik vind het fijn om er weer even bij te zijn. Ja, ingelijks, James. Het is ook altijd leuk als je erbij bent. Ekremie, goedenavond. Hoe is het met jou, Ekremie? Speel je nog Moon Black 2? Oh nee. Nog net overleefd. Oh, nice om te horen, Ekremie. Een paar dagen terug uitgespeeld. Nice. En wat vond je ervan? Bij mij gaat ook alles goed, trouwens. Dankjewel voor het vragen. Binnenkort kom ik met nog een account. En dat is hopelijk de laatste. Dat wordt mijn eigen gefixt. Je bent al met zoveel accounts hier geweest, hè? Yo, de Froakie. Het is tijd. Mijn boy Froakie gaat evolueren. Super nice. Heel tof. Frogadier. Heel cool. Nice. Ik ga weer even terug om mijn Frogadier te healen. Oh, oh, kijk, dit is vervelend. Ik heb gewoon die feeling er niet voor of zo. Okay, even healen hier. Oh, oh, oh. Ik bos echt overal dieren aan. Greninja de Shiny is zo vet, gebruikt die op Scarlet Veil. Weet je, Alex, Greninja is mijn lievelings Shiny Pokémon van allemaal. Ik had die ook gehunt. Ook on stream trouwens. Met eitjes in Scarlet en Violet.
En toen heb ik mijn Shiny Greninja toen ook gebruikt als mijn eerste Pokémon in de DLC, zeg maar. Dus dan deed ik mijn hele team weg. En dan deed ik alleen maar Greninja in mijn team zetten. En dan ging ik daarmee de DLC doen. Is zeker een goed spel en aanraden, alleen hij is wel wat moeilijker dan de normale spellen. Ah ja, precies. Dat vinden mensen ook vaak leuker, toch? Dat het wat meer een uitdaging is. Ik zou helaas niet echt veel fangames gaan spelen. Omdat Nintendo dus nu best wel moeilijk aan het doen is. Rondom hacked games, dus zeg maar games die gemodificeerd zijn. En ja, ik heb niet echt heel veel zin in dat al mijn werk die ik gestoken heb in mijn YouTube kanaal en in onze community, dat dan zeg maar weggehaald wordt door Nintendo of wat dan ook. Of dat daar de kans voor is. Of dat ik misschien zeg maar, als ik later misschien wat meer abonnees heb, dat ze dan moeilijk gaan doen over iets wat ik eerst heb gedaan. Dus daar doe ik nu heel voorzichtig mee. En vandaar dat ik ook niet echt fangames kan doen. Hey Priscilla! Goedenavond! Hoe gaat het met jou, Priscilla? Ik had begrepen dat alles goed gaat met je paard nu. Ik had hem gevangen in de Outbreaks. Eieren doe ik nooit. Moet ik toch eens gaan uittesten. Ja, het eieren systeem in Scarlet and Violet is wel een beetje vervelend. Vergeleken met die van Sword and Shield bijvoorbeeld. Maar je moet het allemaal binnen een picknick doen. En je kunt niet tussendoor je ijsjes uitlopen bijvoorbeeld. Je moet dan echt uit die picknick gaan om je ijsjes uit te lopen. En als je dan zeg maar aan het uitlopen bent, dan kun je ook weer niet nieuwe ijsjes erbij krijgen. Het is best wel een gedoe. Maar ik had zeg maar die Froakie toen geshiny hunt door te breeden. Toen Greninja net in de 7 star raid was. Ja, ik heb gehoord van Flababy. Ja, ik heb hem al een keer tegengekomen. Wow, ik kan niet lezen wat erachter staat. Fairy type is dan een nieuwe type sinds deze gen. Oké. Laten we samen naar de lab gaan. Hey, Klausie, welkom terug. Yes, Jimmy heeft de gifted memberships gegeven. Oh, wow, hier wordt het gewoon uitgelegd wat Return doet. Lumio City is de grootste stad in Kalos. Er is heel veel wat ik nog niet gezien heb. Lumio City is gewoon de hoofdplek waar Pokémon Legends CA zich afspeelt. Oh shit. Ik kan echt zo niet wachten. En wat gaan we daar zien? Wat gaan we daar tegenkomen? Lumio City, the city of light. Hey, fijne avond James. Thanks dat je er was. Ik ga niet zeggen, het grappige zijn best veel online Pokémon spelen op de PC, Pokémon MMO, maar hoezo wordt die niet offline gegooid? Goeie vraag, misschien komt dat nog. Jack is nog steeds oké, gelukkig na vorige week flink ziek te zijn. Gelukkig maar, gelukkig is het goed gekomen weer Priscilla. Wat is je favoriete grasstarter? Die van mij is Trico. Die van mij is Bulbasaur. Mijn lievelingsstarter is Bulbasaur. Helemaal goed, Jimmy. Thanks dat je er was, bro. Echt superleuk. En thanks voor de gifted memberships. Succes op je werk morgen. En hopelijk tot snel. Hey, hopelijk kunnen we snel even naar de bios samen, bro. Zou tof zijn. Oké. Okay. Here we go. Lumio City. Keihard. Ik stel me dit zo echt zo allemaal voor in een soort van Legends Arceus-stijl.
Sowieso dat de muziek dan nog steeds dezelfde is, maar gewoon ietsjes aangepast dat het een beetje traditioneel klinkt. Daar is een Fufu. Mitsu wil Fufu zijn. Ja, yeah, Fufu. Kan ik hem niet vangen? Mag hier niet één? Wacht, wordt die blackout ooit gefixt? Of is dit iets wat gewoon voor altijd blijft? Hallo. Naar de professor toe. Hoe verder je in de game komt, hoe meer Lumio City open gaat. Oké. Ik weet nog wel dat er een zone was waar je eigenlijk niet naartoe kon, toch? In Pokémon X en Y. Ook iets met elektrische dingen. Toch? Hey, dat is nice, Shiny Hero. Nice dat je erbij kunt zijn. Dat zou tof zijn als we ooit weer een nieuwe type krijgen, maar dat gebeurt niet zo snel, denk ik. En wat voor type dan? Want we hebben laatst een soort van een nieuwe type gekregen. Of nou ja, een nieuwe Terra type natuurlijk, die Stellar type. Tot hoever heb je de vorige keer gespeeld? Echt tot gym 3 of 4? Niet echt heel ver, maar zeg maar, ik heb wel heel veel onderzoek gedaan naar de lore, zeg maar, in de game. Voor Pokémon Legends CA. Sommige powerplants kan je niet heen. Oké. Hé, hey, Tepic! We finally meet. Kijk dan, hier is gewoon een Tepic. En een Yamask. Tepic? Yo, Tepic confirmed. Starter, de vuurstarter van Legend CA. Nee, maar we zien later ook een Serperior, toch? Bij die mansion. Dus er is sowieso ook iets met Unova. Ballswipe, chill. Als we Pokémon willen gaan vangen. Oh, Shauna is er ook. Hey, daar is Audino. Sigilyph. Roggenrola. Snivy. De Petilil. Kan het net niet zien zo, hè? Let's battle. Ik ben niet bang. Let's go.
Er is best veel Unifollower in deze game in plain sight, maar hidden soort van. Echt heel cool. Dan zou je toch bijna denken dat de starters dan sowieso uit Paldea zijn en uit Unova. Sowieso een Paldea en een Unova starter. Maar ik denk niet een Kalos starter, dus wat zou dan die laatste zijn? Paldea lijkt me sterk, die is toch pas nieuw. Maar Paldea ligt naast Kalos. En ik denk nog steeds dat Aria Zero door iemand uit Kalos komt. Ik denk echt dat ze in de oorlog iets afgevuurd hebben op Paldea. En dat voor die krater heeft gezorgd. En het was iets met zoveel kracht wat ook Terrapagos daar heeft gemaakt. En dat hele gedoe wat er daarna uit voorgekomen is. Dat denk ik echt, steeds meer. Wat een gun. Ik denk Sino of Galar. Nintendo gaat Charizard verder uitmelken. We krijgen sowieso een Mega Charizard C. Sowieso. It's time to go for me. Succes nog, een spreekje morgen. Slaap lekker allemaal vast. Slaap lekker, kapoevoe. Dankjewel dat je er was, bro. En succes op je werk morgen. Misschien kunnen we morgen... Denk je, wat had ik morgen nog mee te doen? Misschien kunnen we morgen even chillen nog. Spin-offs. Als je tijd hebt. Zin hebt. En dankjewel dat je er was, bro. Slaap lekker. Professor verslagen met zijn counterstarters. Let's go. En Jaden evolueert! Kijk hoe laat ik klaar ben, want het zou vandaag ook 12 uur klaar zijn, maar uiteindelijk 3:30. What? Ah. Oh, dat zou wel balen zijn, bro. Yo, Flash in there. Let's go. Super nice. Nu heb je een vuur. Flying Pokémon. Kijk, wat zou ik wegdoen? Dat ik tackle weg ga doen. Nice. Maar ik zou sowieso weer en dan kan ik de hele stream blijven. Is goed, bro. Super nice. Dankjewel, Kefu. Echt super thanks voor alles, bro. Slaap lekker. Bye bye. Oh ja, hier krijg ik een andere starter, toch? Ja. Ik vind deze muziek ook echt gewoon zo gelukkigmakend of zo. Bulbasaur! Sowieso Bulbasaur! Bulbasaur is mijn allerliefste, gewoon mijn favorite Pokémon van allemaal. Oké, wie gaan we vernoemen naar Bulbasaur? Het is wel mijn lievelings-Pokémon, dus ja, lastig. Ik denk dat ik hem ga vernoemen naar mijn broer, naar Jimmy. Let's go.
Ja. Yo, dat kon ik me niet meer herinneren. Dat je ook een Megastone erbij kreeg gelijk. Epic. Be the best trainer you can be. Het is belangrijk dus dat je plezier hebt tijdens je reis. En het grootste mysterie van Kalos. Het geheim achter de potentie van mega-evoluties. Mega-evoluties zijn zo cool. Ik denk dat er zoveel mensen zo hype waren. Nog meer, zeg maar, na die Legends CA trailer, toen ook die mega steen te zien was. Ik was ook echt heel blij. Nice. Oké. Okay. Hoe werken mega's ook alweer? Even kijken. One variety of the mysterious megastones have Venusaur halted. And this stone will enable it. Oh ja. Dus je moet het gewoon als held item geven aan Venusaur. En dan kan die mega evolven. Oké. Maar ja, ik heb nog lang geen Venusaur. Ik wil eens kijken wat in die andere verdieping is. Moet morgen vroeg toets maken, dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Rens. Slaap lekker, bro. Succes met de toets. Ik weet nog dat Lissandra dus... Zou het kunnen dat we... een voorouder van Lissandra gaan zien? In Legends CA? Net als, zeg maar... Misschien is het wel een vrouw dan? Net als wat we zagen, zeg maar, van Volo met... van Cynthia. Maar Cynthia is een good guy. Dus misschien zien we dan, zeg maar, van... Nee, ja. Misschien dat we dan juist van een goed persoon... en bad guy gaan zien. Of juist gewoon een bad guy van een bad guy. Professor Lissandra, dat zou echt epic zijn. Dat je, zeg maar, in een soort van groep komt. Net als in Legends Arceus. Want dat is Team Galactic, toch? Wat eerst de bad guys is. En je gaat dan, zeg maar, bij hun aan het werk als scout. Terwijl ze nog niet bad waren toen. En dat je inderdaad een professor hebt. Of een leider. Die de voorouder is van Lissandra. Dat zou best wel kunnen. Want de Galactic leader was de voorouder ook goed. Ja, precies. Het zou kunnen. Dat er dan een gender swap is wel. Maar ook, zeg maar, dat er ook een swap is tussen of ze goed zijn of niet. Oh. Ik wil nog even naar de tweede verdieping. Je moet nu naar het café, by the way, niet dat je verdwaald raakt. Oh nee, komt helemaal goed. Ik wil eerst nog even hier kijken. Kijk, Trubbish. Zie je? Unova. Ja, abilities. Nou, dat kennen we wel. Oh. Hij heeft heel veel geleerd van de Sinnoh-professor. Luxury balls? Meerdere? Hey, super thanks voor de 20 likes. En we hebben een sub erbij gekregen. Let's go.
Echt heel nice. Mocht je in de stream zijn en degene zijn geweest dus die gesubbed heeft. En ik kan het dus niet altijd zien van iedereen. Echt super, super thanks voor het subben. Betekent echt heel veel voor me. En we komen steeds dichter bij de 1000. Echt heel nice. Oh, hij is weer weg, de sub. Echt precies als ik dat zeg, is hij weg. Nou, het was toch niet overtuigend. Je was bij de stream en toen dacht je van, nah, ik vind het eigenlijk toch niet zo leuk. Hey, Levi! Je bent weer member geworden. Super thanks, bro. Super, super thanks. Echt heel nice. Welkom bij de members weer. Oh ja, hier moeten we naar het café inderdaad. Ja, we gaan naar het café. Hey, dankjewel Levi. Voor je membership. Super lief, bro. Dankjewel. Lumia City might be large. Yep. Ik ga sowieso vertwalen. Ik ken deze stad niet helemaal uit mijn hoofd. Waar kan ik een Fufu vangen? Of waar is de Pokémon Center? Hallo? Kauna? Video's maken. Groot scherm. Wacht, wat? Nee, oh, ik dacht dat hier het café was. My bad. Oh, dit ziet eruit als een café. Oh, hier is ook Serena. Wat gaan we hier eigenlijk doen dan? Ik weet het niet meer. Oh. Rare vraag, inderdaad. De wereld eternal maken. Oneindig. Welkom terug, Jax. Kom nu battelen. Kom nu battelen. Als ze wil nu battelen, is goed, let's go. Oh. Oh, ik dacht dat je nu wilde battelen. Nou ja, Jaden. Levi zeggen cancel en resubscribe, zodat ik zeker weet dat er niks onnodig van mijn kant af gaat. Dus gaat er misschien heel raar uitzien op den duur trouwens. Oh, oké. Oké, geef niet. Als je jezelf daar fijner bij voelt en er waren dus wat rare dingen gebeurd met afschrijvingen of zo ergens, dan snap ik dat je die maatregelen wil nemen. Geen probleem, bro. Ik waardeer het echt enorm dat je mij op die manier ook wilde supporten, naast dat je natuurlijk geabonneerd bent en bij de streams komt. Geef niet, Dos Gamers fan. Welkom terug. Ja, Dianta is wel heel cool, hè.
Oeh, zou er een slechte ancestor zijn van Diante? Miss you in the chat? Oké, we gaan nu naar route 5. En ik word gebeld. Hey, Tierno. Kom eraan. Ja, Jimmy die kwam en die heeft 5 gifted memberships gegeven. Echt heel tof. Dat zou wel tof zijn en dan een mannelijke versie net als Cynthia. Ja, dat is cool. Kan je Snorlax in deze game vangen? Ik weet het niet. Hey, ik word geroepen. Mr. Bonding. O-powers? Attack power en defense power. Oeh, wat? Attack power increases attack stat en defense power increases defense stat. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Oh, power. Okay, ik snapte dat niet helemaal. Ik begreep dat niet helemaal. Bottom screen? Is dat hier? Oh, wacht. Hey Denise, goedenavond, welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Nou, je hebt het eerste gedeelte van mijn Pokémon X playthrough gemist. Maar ik ben ook niet super ver. Ik heb tot nu toe maar 1 badge, dus... Je bent nog op tijd. Hey, Zero Gaming. Welkom bij de stream. Ik ben eigenlijk niet aan de shiny hunt op dit moment. Maar het kan zomaar zijn dat ik misschien een shiny tegenkom. Lucario. Thank you. Lucario vindt dat ik een fijne aura heb. Corina, de Shallow City Gym Leader. Wacht maar, bij welke ding moet ik zijn dan daarvoor? Oh, dit is de Pokédex. Oh, dit is 7. Oh, wacht. Misschien kan ik wel eerst even 7. Ik weet echt niet zo goed wat het was. Oké. Zie je, kan ik als goed is een Voerfoen en Pangoro fixen? Laten we op zoek gaan naar Voerfoen en Pangoro. Van Pancham. Wilpin. Alleen op deze route kan je Fufu en Pancham vangen. Pancham alleen in het paarse gras en mag de Pancham naar mij vernoemd worden? Ja, sowieso, guy. Sowieso. Dat wou ik sowieso doen. Pancham alleen paarse gras. Oké. Maar hier wel Fufu, toch? Ik heb Lucario met Nuzlocke van Pokémon Platinum en Lucario Jin van Tekken. Oh, cool. Nice. Ja, die Bulbasaur die krijg je dus zeg maar van de professor, Mizu. Je hebt in deze game 2 keer de keuze voor een starter. Dus
In het begin kies je voor een Kalos-starter. En als je bij Lumio City aankomt, dan krijg je van de professor dus keuze voor een Kanto-starter. Dat is echt heel leuk. Dat is echt heel tof. En Abra. Oké, maar het is niet alsof ik kan traden of zo. Hey, we hebben 924 subs. Super nice, dank jullie wel. We hadden net één sub erbij, toen ging die weer weg. En nu hebben we er twee bij ineens. Mocht je in de stream zijn, nogmaals. En je bent geabonneerd, echt super, super thanks. Echt heel erg bedankt. Wacht, misschien kan ik kijken wie geabonneerd is. En dan kan ik je gewoon rechtstreeks bedanken. Dat is altijd wel veel leuker, toch? Hey, ja, Zero Gaming is een van de subscribers. Hey, super thanks, man. Dankjewel voor het abonneren en voor het supporten van mijn kanaal. Dankjewel. Echt super tof. Ja hoor, Denise. Is er een Pokémon die je graag wil zijn? Oké, paarse gras. Maar wat is paarse gras dan? Waar is paarse gras? Hoe kan je hier eigenlijk op? Oh. Oh, maar hier is een dubbel battle. Oké, let's go. Iets verder in de route. Ah, oké. Hey, Pikachu knuffeltjes. En dan een Minum en een Plusle. Ik vind oprecht deze game zo leuk eruit zien, hè. Wat zegt Jaden? Ik zie helemaal niet dat Jaden iets zegt. Bij mij zegt Jaden niks. Ja, Jaden was sowieso wel op dreef. Waarom maakt hij smash die hand als hij? Mij verdwijnen er ook steeds berichten. Echt heel vreemd. Oh, Flame Body is zo cool, zeg. Is hij gewoon geburnt. Bulbasaur is level up. Voor het dier level 19. Heel nice. En Fletching daar ook. Hey, Bulbasaur level 12. Mijn favoriete evolution zit hier ook in. Sylveon. Ah, tof. Nice. Ik denk alleen niet dat ik een Sylveon in mijn team ga hebben. Skiddo. Je bent wel lekker aan het levelen nu. Nu gaat het goed, hè, Alex. Veel sneller dan dat stukje in het begin bij dat bos. Maar ja, het scheelt natuurlijk dat ik nu de XP share heb. En ik vind het niet erg om hem te gebruiken, omdat het ook gewoon wat leuker is voor jullie als ik door een wat hogere tempo, zeg maar, door het verhaal heen kan. Hey, tegen Tierno. Corvish. Ik denk niet dat mijn Bulbasaur al Grass-type aanvallen heeft.
gaat proberen. Kiddo is letterlijk de goat, ja. Ja, nice. Fine whip. Oh, maar dat ga ik misschien niet overleven. Oh, wel. Nice. Ik zie het nu wel, Jaden. Hey, Tierno verslagen. Maar normaal had hij geen starter eigenlijk. Oh, krijgen we nu hordes te zien? Ja, dan krijg je toch meer Pokémon's tegelijkertijd. Ja, sick. Dat is tof. Oh. Tot zo, Mizu. Trouwens, Mick, misschien dat ik toch wel Sylveon ga toevoegen aan mijn team. Want ik wilde toch wel voor een Kalos team gaan. Ik zie het flashen. kun jij maar lekker een leuk Pokémon die ik mag zijn? En slaap lekker alvast. Slaap lekker, Denise. Dankjewel dat je er was. Ik ga even kijken welke Pokémon ik ga kiezen. Voor jou. Jij wil Sylveon zijn, Mick? Is goed. Oh, ik doe trouwens liever Sleep Powder dan Poison Powder. Nice. Ja, waar is het paarse dan? Oh, wacht. Ik ga eerst even hier langs. Dat skate komt toch sowieso terug in Legends CA. Ik denk dat dat echt de manier gaat zijn hoe je sneller kunt zijn, zeg maar, totdat je de mounts hebt. Ik denk dat je sowieso wel een soort van... Net als dat je Lucian had, zeg maar, in Legends Arceus, dat je ook, zeg maar, zo'n regionale oude vorm gaat krijgen van Rhyhorn. Hey, dat is de paarse, toch? Dit is het paarse. Hoe kan ik ook hier een honey doen? En dat we die als mount gaan gebruiken. Die regionale vorm van Rhyhorn. Niet doodgaan alsjeblieft. Gulpins! Oké. Okay. Kan je in een horde ook verschillende Pokémon tegenkomen? Of is het altijd dezelfde Pokémon, maar dan meerdere? Ik heb nog nooit een Gulpin horde gezien. Ik eigenlijk dan ook niet. Bubble raakt iedereen in de horde. Thanks voor het zeggen. Oh, je hebt gelijk. Wow. Yo, dat wist ik echt niet. Dankjewel, Pascal. Goeie tip. Okay, we gaan hier op zoek naar een Puncham. En we hebben hem gevonden. Oh, het is wel een meisje. Dus ik ga deze nog niet vangen.
Pancham. Moldbreaker. Ik ben iemand die het zeg maar, het klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind zeg maar meisjesachtige Pokémon female hebben leuk en jongensachtige Pokémon male hebben leuk. Bijvoorbeeld, en Milotic vind ik, als het female is, vind ik die leuker en Lopunny vind ik leuker, maar bijvoorbeeld en Machamp zou ik dan een male sowieso veel beter vinden. Ik weet niet, ik heb daar wel een bepaalde voorkeur in. En ook zeg maar met het vernoemen naar mensen. Als ik dan weet van, oh ja, hij is natuurlijk een jongen. En dan is het dan leuker om ook een jongen te hebben. Serieus, Alex? Ik word denk ik wel vaak zeg maar vanuit de andere kant van de camera wel eens wel raar aangekeken van, dat maakt toch niet uit, die gender. Het is toch dezelfde Pokémon. En voor mij maakt het uit, oké? Okay? En het is niet dat ik alleen maar males of alleen maar females wil. Het is gewoon echt gewoon per Pokémon dat ik daar gewoon een voorkeur in heb van, oh, die vind ik tof als die male is. Die vind ik tof als die female is. Okay, ik wil dus nog even voor de Pangoro gaan. Of de Pancham. En de Furfru. En dan ga ik het denk ik hierbij laten voor vandaag. Mijn real life family Skiddo, kijk mijn achternaam, Bok. Yo, is dat een shiny Plusle? Nee, geintje. Geintje, jongens. Niet jullie abonnees weghalen, alsjeblieft. Iedereen gelijk zo van, ja, ik was laatst bij zo'n gast. Hij heeft gewoon Pokémon in zijn naam. En hij dacht gewoon dat het een shiny Plusle was. Ooh, smokescreen. Nu krijgen we gewoon nooit meer een Pancham, hè. Omdat ik gewoon die twee heb verslagen, krijgen we er nu gewoon nooit meer één. Nu denkt de game van, weet je, jij wou niet, dan krijg je ook niet. Laat maar zitten. En daar is die. Ja! Nice. Oké, we gaan eventjes voor Bulbasaur. Oh, hopelijk doet hij hem dan niet gelijk feinten. Oh, nee. Alsjeblieft. Oké. I avoid it. Hey, slaap lekker, DOS Gamers fan. Dankjewel dat je er was. Tot morgen. Nee. Oh, nee. Weet je wat? Ik ga gewoon een Pokéball gooien. Sido Gaming vraagt, speel je misschien in de volgende streamserie Pokémon Ultra Moon? Die wil ik ook nog wel gaan spelen, ja. Maar misschien dat ik na X en Y eerst Auras ga doen nog. En dat ik daarna Ultra Moon en Sun ga doen. Hey Reda, welkom terug. Goedenavond.
Ja, Black 2 hebben we helemaal klaar nu. Was echt heel tof. Oh, ik wil niet iets doen. Ik wil hem niet killen. We gaan gewoon pokeballs gooien. We gaan gewoon pokeball gooien. Close. Was echt heel close. Heb je Auras ooit gedaan? Nee, nog nooit. Ik heb wel gewoon de OG Ruby, Sapphire en Emerald gespeeld. Maar Omega Ruby en Alpha Sapphire heb ik nog nooit gedaan. En dat was zeg maar in die tijd dat die 3DS echt een ding was. Toen had ik gewoon echt gewoon niet het geld zeg maar om die games te spelen helaas. Ik ben gewoon te sterk. Maak er één bang dat ik Pancham in één klap versla. Ja, Jaden, jij verslaat Guy gewoon in één klap zo. Maar het scheelt dat hij geburnt is. Dan krijg je alsnog wat damage. We moeten gewoon een klein beetje stallen. En dan komt het allemaal goed. Gooi die luxury bal. Ik hou van luxe. Oké, als hij nu zit, gooi ik de luxe bal. Ah. Oké, het is geen luxe bal geworden. Pancham! Dit wordt echt serieus de eerste keer dat ik een Pancham in mijn team heb ooit. Oké, Guy, here we go. Oké, nu gaan we voorvoer zoeken. En dan gaan we daarna de volgende keer verder. De voorvoer moest hier zijn, toch? Ik wou net zeggen, je moet nadat je deze game uitgespeeld hebt. Yo! En Omega Ruby of Alpha Sapphire spelen. Dat ga ik sowieso doen, Reda. Dat gaan we sowieso doen. Ik heb daar echt heel veel zin in. Oh, maar het is wel een mannetjesfoefoe. Het moet een vrouwtjesfoefoe zijn voor Mizu. Oké, let's go. Vrouwtje, 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 vrouwtje. Yeah! Yeah! Ja, klopt. Maar wel met mijn eigen game. Dus ik heb gewoon echt Pokémon X zelf gekocht. En dan ga ik Alpha Sapphire ook nog kopen. Ik wou eerst dus een Fourfou vangen en die Kefourfou noemen. Maar ik weet dat Kefourfou dat niet zo leuk vindt eigenlijk. En ik weet dat Mizu Fourfou heel leuk vindt, dus... Nice, let's go. Fourfou! Wacht, dit is de allereerste Fourfou die ik ooit heb. Want op de Switch zijn er geen Fourfous. Nee, je voegt dus alleen Pokémon van deze gen toe aan je team, toch? Ja, klopt. Ik denk dat dat wel het leukste is. Nou, je kunt zeg maar dan zeg maar je eigen game rippen dan. Alex. Dus dan heb je zeg maar wel voor het bestand betaald, als het ware. Wacht, waar was de Pokémon Center hier? Is dit de Pokémon Center? Ja. Ja, dat kan inderdaad, Reda. Maar ik vind het zelf fijner als ik gewoon ook echt voor de spellen heb betaald. Als ik het ga streamen.
Dan heb ik dat liever. Dat ik gewoon zelf, zeg maar, het spel heb gekocht. Nice. Ik vond het een goede eerste stream. Dat was echt heel nice. We hebben dus de starter, Frogadier. Jaden, de Fletchfinder. Jimmy, de Bulbasaur. Guy, de Pancham. En Misu, de Furfru. Echt heel leuk. Echt heel leuk. Dus Frogadier wordt dan uiteindelijk Water Dark. Deze blijft Fire Flying. Grass Poison blijft. Pancham wordt dus Fighting Dark. En Furfru blijft natuurlijk normal. Ah, superleuk. Ik heb echt heel veel plezier in deze game. Het is echt heel nice. Wacht, had ik hem nou net opgeslagen? Weet ik niet meer. Oké, dan ga ik het hierbij laten voor vandaag. Dan hoef je je ook nergens zorgen over te maken zodra je de game legaal hebt. Precies dat. Precies dat. En mijn doel is om wat verder uit te groeien, zeg maar, met mijn YouTube-kanaal. En een beetje qua Pokémon main games wel een vertegenwoordiger te worden, zeg maar, in de Nederlandstalige Pokémon community. Dus dan wil ik sowieso dat gewoon netjes houden. Daar voel ik mezelf gewoon het beste bij. En ik denk dat ik daarmee dan ook al gewoon ook een goed voorbeeld kan geven, natuurlijk. Maar hey, super, super, super thanks iedereen die er vandaag was. Ik heb het echt super leuk gehad. Het was ook de hele tijd gezellig, constant gezellig in de chat. Dankzij jullie, echt super bedankt daarvoor. Thanks voor alle likes. Thanks voor alle nieuwe subs. Thanks voor de gifted memberships. En natuurlijk iedereen die er was. Ook al heb je al die dingen niet gegeven. Dankjewel voor het kijken. Ook voor de lurkers. Super, super, super thanks. Morgenavond ga ik verder. Ik wil alleen nog zeggen dus dat ik deze game echt super leuk vind. En dat ik echt heel erg uitkijk naar wat we nog meer gaan meemaken. En hoe het team uiteindelijk gaat worden. En wat voor grappige momenten er ook nog gaan gebeuren. Ik heb het echt heel leuk gehad. Ik hoop jullie ook. En hopelijk zie ik jullie morgen dan. Hey, fijne avond, Jaden. Fijne avond, Pascal. Fijne avond, Dylan. Fijne avond, Priscilla. Fijne avond, Reda. Guy, fijne avond, bro. Alex, fijne avond. En slaap lekker alvast. En hopelijk dan tot morgen. Morgen ga ik dus nog een Pokémon X stream doen. En vrijdag dan niet. Want dan ga ik Scarlet en Violet streamen. Omdat dan de nieuwe Save Star Raids er zijn. Meganium dit keer met de Psychic Terra. En dan ga ik natuurlijk die raids hosten. En dan iedereen helpen. Zodat iedereen de event Meganium kan vangen. En zaterdag en zondag heb ik nog niet echt iets gepland. Maar ik denk dat ik dan ook wel wat ga doen. Maar dat laat ik jullie weten in de streamplanning. In Discord. Dus join de Discord als je dat nog niet gedaan hebt. Dan ben je altijd op de hoogte van wanneer wat ik ga streamen. Nogmaals heel erg bedankt voor je support en alle gezelligheid. Ik wens jullie een hele fijne avond. Slaap lekker. En tot de volgende livestream.